Ik ben Sam Zijp, ik woon in Aalrikstel en ik ben 12 jaar. Ik ben ongeveer van mijn vierde af supporter van Helmond Sport. Ik ben Nick Zijp, ik ben 14 jaar en ik woon in Aalrikstel en ik ben vanaf mijn vierde lid van supporter van Helmond Sport. Mijn naam is Marcel Zijp, ik woon in Aalrikstel en ik ben nu vanaf mijn vierde al supporter denk ik van Helmond Sport. Mijn naam is Frans Zijp, ik ben 74 jaar en ik kom al 50 jaar bij Helmond Sport. Vrijdagavond, ja, dat is hier altijd haasten en één keer tot de druk zetten dat op tijd gegeten is. En dan de boel bij elkaar harken en dan zo vlug mogelijk ophalen en dan richting het stadion. Dus. Ja, de sfeer en alles eromheen eigenlijk, met opa en papa. Gewoon op de tribune zitten, dat is wel leuk. Het allermooiste aan Helmond Sport is gewoon met elkaar. Zeker met elkaar gewoon die wedstrijd beleven en de mensen om je heen zien. En gewoon alle rangen en standen naast elkaar die daar voor één ding gaan. En dus kijken of Helmond Sport wint. Ja, ik vind het gewoon gezellig. En de mensen eromheen ook. Dat is wel gewoon heel gezellig. En ook mensen die ik ken, want er zitten toch een aantal mensen die ik ken. Ja, daar hoort een beetje bij. Hey, houdoe. Tot vanavond. Die punten. We gaan open ophalen in Brouwhuis. Dus we schieten hier dadelijk binnendoor over Scheepstal. Mag je eigenlijk niet rijden, maar ja, wel de kortste weg. En dan gaan we hem oppikken in Brouwhuis en dan rijden we naar het Lavans Stadion. Het begint nou te komen. Als je hier nou langs het stadion rijdt en je ziet de lampen al branden, het scorebord aan, de vlag van Roeksel rijdt 100 overste langs, dan heb je wel het gevoel van, dan moeten we maar even opschieten. Dan rijden we nou te hard. Hij heeft de verkeerde jas aan. Jouw jas. Nou, je kent daar nog met je kinderen toen ze klein waren, kon ik nog met de kinderen, of nu ook nog. Naar de tribune gaan en dat is eigenlijk praktisch nooit geen rommel. De snoepjes en de sigaren voor mijn eigen dan en de snoep voor de kinderen, dus dat neem ik altijd mee. Ja. Dus, ja, en tegenwoordig de stok. En dan tegenwoordig de stok erbij, ja. De benen die willen niet meer zo heel hard. Dus. Zolang als opa mee kan, dan zullen we opa oppikken en dan hoop ik dat we die traditie nog heel lang in stand kunnen houden. Kan beginnen.